Goedemorgen, dames en heren, mensen van liefhebbers van het Friese Paard. We zijn hier vanmorgen bij de familie Eppinga. En het prachtige weer wat we hier hebben. Een leuke locatie, mooi in de bossen. We starten vandaag met de driejarige, of drie jaar en oudere paarden. Good morning, ladies and gentlemen from the lands where don't speak English. We are on the location touring from the family Eppinga. So we start in the beautiful weather. Ja,
Dan komt hier de uitslag van nummer 1. Een paard wat edel in zijn hoofd is. Heeft een beetje een horizontale hals die wat diep uit de borst komt. Heeft een goed ontwikkeld schoft. Ook een sterke bovenlijn. Paard is erg hellend in zijn kruis. Het voorbeenstand is correct. Het achterbeen is behoorlijk sabelbenig. En zou ook wat droger kunnen zijn. En ook iets meer kwaliteit kunnen uitstralen. In stap heeft het paard, zou het paard wat beter moeten coördineren. En ook wat meer ruimte moeten maken. En ook wat meer regelmaat in de stap kunnen hebben. In draf maakt het paard wel veel beweging over zijn benen. Heeft veel buiging in zijn sprongen. Ook het knievoorbeen zet hij goed weg. Maar hij zou meer moeten reizen in het front. En ook het achterbeen iets meer onder het lichaam moeten zetten. Dit paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek. Number 1 is a horse with a noble head, a little bit horizontal neck, a little bit heavy, good upper line, and the croup is a little bit sloping. The quality of the legs could a little bit better, the walk could more efficient, and the trot was need more uphill, and the behind legs more under the body. We take her in the stud book today. Thank you.
Voorkomt er weer punt bij en achter gaat er weer punt aan. Dan hierbij het resultaat van nummer 2. Een paard met veel ras, heeft een edel hoofd, heeft een verticale hals die goed op het lichaam staat, heeft iets in onderhals, een voldoende sterke bovenlijn, zou in de rug misschien ietsje sterker kunnen zijn. Het kruis is lang, maar erg hellend. Het voorbeen is ietsje onderstandig en zou correcter in de voorbeenstand kunnen zijn. Het achterbeen is voldoende droog, maar behoorlijk sabelbenig. De stap van dit paard zou iets regelmatiger kunnen. Hij tilt linksachter iets hoger op als rechtsachter. Vanwege de regelmaat
heeft hij niet zo'n hoog cijfer op stap gekregen. En in draf zagen we eigenlijk hetzelfde beeld weer een beetje terug. Ook een beetje, ja, het paard zou wat meer elastisch kunnen zijn. En vanwege zijn stap, die niet regelmatig was, wordt het paard vandaag niet opgenomen in het stamboek. Number two, a horse with a lot of racial type, a nice head and a nice long neck, vertical neck. The neck was long enough, the upper line could a little bit stronger. The croup was long but very sloping. The quality of the legs could a little bit better, for all the front legs and also the behind legs are very sickle hocked. The walk was not efficient. It was a little bit missing some regularity, and in trot she was uphill, but also the regularity in the trot was not good. So we don't take it in the stud book today.
Dan volgt hierbij de uitslag van nummer 3. Een paard wat voldoende in het ras is, heeft een edel hoofd, heeft een voldoende lange hals, zou iets meer nek kunnen hebben. Het schouder is ietsje stijl, de rug is sterk, de kruislendenaansluiting is ietsje te sterk, ietsje gedreven. Het kruis is zou ietsje langer kunnen zijn, is wel goed voor ligging. Het voorbeen is voldoende van stand en ietsje onderstandig. Het beenwerk is ook voldoende van kwaliteit, is ook voldoende droog. De stap miste ook de regelmaat en ook de takt zou iets ruimer kunnen zijn. Zou ook iets meer door het lichaam kunnen stappen. In draf dan is het paard voldoende over zijn benen, heeft ook voldoende ruimte in zijn draf. Maar zou ook dan het achterbeen meer onder het lichaam moeten plaatsen en ook meer front moeten maken. Dit paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek. Dan de results of nummer 3. Een horse with a noble head. Een long neck is a little bit vertical. And also the pull of the neck could a little bit longer. The quality of the legs is good. The walk was not regular. Could a little bit longer. And in trot, she needs more uphill and the hind legs more under the body. So overall, we take it in the stud book.
Dan krijgen we hier het resultaat van nummer 4. Een paard wat ietsje lang in zijn hoofd is, zou ik een beetje recht in zijn neusbeen. Heeft een voldoende lange hals die ook een beetje horizontaal is. Heeft een goede schouderligging. Is sterk in de bovenlijn. Een kruis zou ook iets meer lengte in zijn lichaam mogen hebben. Kruislendeaansluiting is een beetje aan de strakke kant. Kruis is voldoende van, zou ook iets langer mogen zijn. Goed van ligging. Paard heeft een lang voorbeen wat iets onderstandig is. Het achterbeen is voldoende van hoek. Heeft een goede beenstand. Zou wel ietsje droger in zijn benen mogen zijn voor een 3-jarig paard. De stap was voldoende van ruimte, maar zou af en toe iets meer takt kunnen hebben. In draf hadden we goede momenten, liet hij ook het achterbeen goed onder het lichaam zien en ook een goed voorbeengebruik. Dit paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek en krijgt een 3e premie. Nummer 4, got a little bit nobler in the head. Een long vertical neck. De upline is good and strong. De loins croup connection is a little bit strong, too strong. The quality of legs could a little bit better for a 3 years old. The walk needs more, is roomy enough and also strong enough in trot. He is good uphill and hind legs good under the body. So we take it in the stud book with a 3rd premie.
Dan hebben we nu de uitslag van nummer 5. Een paard wat ietsje langer in zijn hoofd is, ook wat edeler in zijn hoofd zou kunnen zijn. Paard mist ook een beetje neklengte, heeft voldoende halslengte, ook een goede schouderligging. Sterke bovenlijn, kruis is voldoende van lengte, iets hellends. Paard heeft een lang voorbeen en is opwaarts gebouwd. Dat zien we niet zo vaak. Paard heeft een beetje een sabelbenig achterbeen en zou ook ietsje droger in zijn benen mogen zijn. Paard stapt met heel veel ruimte en ook heel veel veer en stapt heel ruim door zijn lichaam. Heeft hij ook een hoog cijfer voor gekregen. Het paard draaft ook opwaarts, heeft een goed voorbeen gebruikt en zet het achterbeen ook voldoende onder. Het paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek Ster met een tweede premie. Nummer 5, de head could a little bit nobler. De nek is vertical and long enough. The pull of the neck is a little bit short. The upper line is strong. The croup is long enough, but a little bit sloping. The quality of the legs is a little bit sickle hocked and could a little bit more quality. The walk was roomy and very strong and good to root the body. In trots he was uphill and then good front leg and also the hind legs good under the body. So we take it in the stud book with the star second premie.
Nummer 6. Een paard dat voldoende edel in zijn hoofd is. Ook een lichte hoofd-halsverbinding heeft. Ook een hals die verticaal is. Ook met een voldoende kap. Het paard zou sterker in zijn rug moeten zijn voor een 3-jarig paard. Het paard heeft een beetje een hoog kruis. Wel voldoende van lengte. Het voorbeentje is voldoende van lengte. Is ietsje onderstandig. Het paard heeft een beetje een recht achterbeen. Het paard in stap zouden we hem toch wel ruimer willen zien. Hij is heel erg kort in zijn stap en heeft daar ook een heel hoog ritme in. In draf maakt het paard zich wel mooi. Zou je iets meer opwaartser kunnen draven en ook het achterbeen iets meer onder het lichaam plaatsen. Het paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek. Hij krijgt geen premie vanwege de stap. Nummer 6. Het is een horse with a noble head, a long vertical neck. The upper line is a little bit weak. The croup is long enough and a little bit sloping. The quality of the legs is good, a little straight in the hind legs. The walk was short, could a little bit more power. In trot, he was downhill, and also the hind legs needs more under the body. So we take it in the stud book today.
eerst moet je goed zien, omdat ze mooi zijn. Iets is meer stampen. Ja. Nummer 8, een paard met een edelhoofd, heeft een voldoende neklengte, voldoende kap. De hals is voldoende van lengte, heeft een schouderligging die ietsje steil is. De rug zou iets meer bespiering kunnen hebben, is wat strak op zijn lendenpartij. Het kruis is voldoende van lengte, ook goed van ligging. Heeft ook een lang voorbeen. Het achterbeen is voldoende van kwaliteit. De stap was voldoende ruim en ook met voldoende veer en ook voldoende door het lichaam. In draf zou je meer ruimte moeten maken en ook meer opwaarts moeten draven en ook meer souplesse kunnen hebben. En ook het achterbeen zou ietsje meer onder het lichaam kunnen worden geplaatst. Het paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek met een derde premie. Nummer 8, een noble head, een long neck. Good upstanding neck, the upper line could a little bit more musculate, the
group is long enough and good. The quality of the legs is good, a little bit more hardness in some legs. The walk was a room and powerful in trots. The rhythm was a little bit high. Good more uphill and also the hind legs more under the body. So we take it in the stud book today with the third premie.
Nummer 9, een paard wat edel in zijn hoofd is. Heeft een ietsje zware hoofd-halsverbinding. Zou ook iets meer nek kunnen hebben. Maar het paard heeft wel een verticale hals die ietsje zwaarder diep uit de borst komt. Het paard heeft een goede ontwikkeld schoft. Zou ietsje sterker in de rug moeten zijn. Het paard heeft een voldoende lang kruis. De lengte van het voorbeen zagen we graag wat langer. En het paard is ook wat week gekoot. Ook een licht zabelbenig en zou ook ietsje droger in zijn benen mogen zijn. Paard stapt met veel ruimte en ook met veel veer. Heeft een goede stap over zich en in draf. Ondanks de neerwaartse bouw komt hij toch wel omhoog. Maar het achterbeen zou dan ietsje meer onder het lichaam kunnen worden geplaatst. Het paard krijgt vandaag een derde premie. Voor ster zou hij sterker in de bovenlijn moeten zijn en ook iets meer kwaliteit in zijn benen moeten hebben. Maar een paard met goede bewegingen. Nummer 9, een noble head. The pull of the neck is a little bit short. The neck is long enough, but a little bit short. A little bit heavy. The upper line is weak. And could a little bit stronger. The croup is long enough. The quality of the legs could a little bit better. Weak in the pastern. And also missing some length in the front legs. The walk was roomy and powerful, and also in trot he makes a lot of roomy in the legs and could a little bit more uphill, and the hind legs a little bit more under the body. But overall, because the good movements, he becomes a third preemie.
schieten, ja? Oh. Nummer 10. Een paard met veel rastype, ondanks dat zijn hoofd wel wat edeler zou mogen zijn en ook iets meer nek kon hebben. Het paard heeft een voldoende lange hals, ook veel schoftontwikkeling en sterke bovenlijn. Heeft voldoende kruislengte, ietsje hellend in zijn kruis. Het paard heeft ook een voldoende lang voorbeen, zou ietsje droger in zijn achterbenen mogen zijn. Is ook een beetje week gekoot voor. De stap was voldoende ruim en ook met voldoende afdruk en voldoende door het lichaam. Ook in draf zou het paard misschien iets opwaartser mogen draven. En ook het achterbeen wat meer onder het lichaam plaatsen. De schenkel zou iets verder naar voren kunnen komen. Het paard krijgt vandaag ook een derde premie. Nummer 10. Horse with a lot of racial type, a lot of manes and big tail. The head could a little bit nobler, the neck is long enough and vertical, the upper line is strong, the quality of the legs could a little bit better, the walk was roomy enough and good to do the body, also in trot he needs more uphill and also the hind legs needs a little bit more under the body, so we give it a third premie.
Nummer 11, een paard wat misschien iets edeler in zijn hoofd zou kunnen zijn. Heeft een lange hals die ook goed verticaal op het lichaam staat. Heeft veel kap. Paard heeft ook een sterke bovenlijn. Kruisje is voldoende van lengte. Ook een voorbeen wat goed gesteld is. Het achterbeen is, zou ietsje meer kwaliteit kunnen uitstralen. Heeft een beetje foos in zijn sprongen. Paard stapt heel ruim met veel veer en ook veel lekker door het lichaam. De draf was ook voldoende opwaarts, had ook een goed achterbeengebruik en kon ook heel gemakkelijk door de bochten draven. Dit paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek, dat was hij al. Wordt ster verklaard met een tweede premie. Vanwege zijn goede bewegingen. Nummer 11. Could a little bit nobler in the head. A long vertical neck. And a good upper line, strong upper line. The croup is long enough. The quality of the legs could a little bit better because the hocks are a little bit floating. The walk was roomy and powerful and good through the body. And trot, he was uphill and good hind leg using, and so overall we see comes Star with a second premie.
De laatste voor vandaag, nummer 12. Een paard wat voldoende edel in zijn hoofd heeft. Misschien zou je iets meer neklengte kunnen hebben. Heeft voldoende halslengte die ook verticaal op het lichaam staat. Een schuin schouder. Paard is voldoende sterk in zijn bovenlijn. Kruislende zou misschien ietsje sterker kunnen zijn. Kruis is voldoende van lengte. Paard zou iets meer voorbeenlengte kunnen hebben. Is ook iets neerwaarts gebouwd. Het paard heeft voldoende kwaliteit in zijn benen. Is iets week gekoot achter. De stap was voldoende ruim en ook makkelijk door zijn lichaam stappend. In draf was hij voldoende opwaarts. Ook het achterbeen kwam voldoende onder het lichaam. Vanwege zijn goede beweging en zijn sterke bouw wordt het paard vandaag ster met een tweede premie. Nummer 12 is een noble head, een long vertical neck en een good upper line. De shoulder is sloping. Good group. The quality of the legs is good. A little bit weak in the postern in the hind legs. The walk was room and powerful and good through the body. Also in trot, he was good a little bit more uphill, but good over the legs. So overall, we take it in the stud book with star and a second premie. Dit was de laatste voor vandaag. We gaan straks verder naar familie Bosma. We hadden hier goede kwaliteit paarden en een goede aanvoer, goed georganiseerd. We gaan straks door naar familie Bosma. Ik denk dat we daar rond een uur of half twee, kwart voor twee weer verder kunnen gaan. So, this was the last one. We had a good quality and we had good organized curing. So we go to family Bosma and we see you back half past one.